Like deze video binnen 3 seconden voor extra geluk. De like challenge begint nu. 1, 2... Mijn naam is Dutch Schuber en ik vind het altijd leuk om dingen uit te proberen. Zo is het nu 11:42 s'nachts. En er gaan verhalen op het internet over een applicatie van ene Talking Tom. En misschien kennen jullie Talking Angela wel. Dat is een kat tegen wie je kan praten. En die kat die praat je na. Er waren toen allemaal controversiële verhalen van mensen die zeiden dat ze in het oog van de kat een persoon zagen. En het werd op dat moment dus ook sterk afgeraden om de applicatie te installeren. Maar ik deed het wel. En hetzelfde wil ik op dit moment proberen met Talking Tom. Er gaan namelijk verhalen dat als jij om 12:00 s'nachts tegen Talking Tom praat, dat hij meer doet dan jou alleen napraten. En ik ben een idioot, dus ik wil dat uitproberen. Ik ben serieus benieuwd. Oké, ik heb nog twee minuten. Ik heb nog ongeveer 2 minuten. 2-3 minuten te gaan, dus ik ga me alvast een beetje klaarstomen. Ben je nu al moe? Ben je nu al moe? Nee, ik vraag aan jou of je nu al moe bent. Nee, Tom, ik vroeg het eerst. Geef antwoord op mijn vraag. Nee, Tom, ik vroeg het eerst. Geef antwoord op mijn vraag. Ik heet geen Tom, oké? Ik ben Dutch Tuber. Ik heet geen Tom, oké? Ik ben Dutch Tuber. Ik ben Tom en ik ben een... Mag ik uitpraten? Stomme kat. Stomme kat. Oké, Tom, luister. Wat is jouw geheim? Ik ga nog wel even vermaakt worden tot 12:00 s'nachts. Oké, Tom, luister. Nog 1,5 minuut. Je gaat niks raars doen, toch? Nog 1,5 minuut. Je gaat niks raars doen, toch? Tom! Bah! Tom! Bah! Nee, jij liet een scheet. Niet ik! Jij liet een scheet. Niet ik! Ik liet geen scheet! Oh, ik ruik het zelfs. Oh, ik ruik het zelfs. Tom, luister. Als ik op deze video heel veel likes haal, misschien bel ik je vriendin Angela dan nog wel een keer. Auw! Tom, doe dat niet nog een keer. Als je denkt dat ik dit spelletje blijf spelen, dan heb je het goed, waarschijnlijk. Ik ben een sukkel. Wat? Oh, oh. Dat is letterlijk hoe ik een broodje Nutella eet. I feel you, bro. Dat is letterlijk hoe ik een broodje Nutella eet. I feel you, bro. Jij eet ook Nutella? Je bent een beast. Ja, grappig. Het is letterlijk al 11:54. Ik had niet eens door dat de tijd zo snel ging. Ik was me aan het vermaken met een stomme pratende kat. Al dus, het werkt niet. Er gebeurt letterlijk niks. Whatever. In ieder geval, het is wel een leuke applicatie. Als jij nou een dier zou mogen hebben op je telefoon die jou ook daadwerkelijk zou kunnen napraten. You are kidding me right now. You are kidding me right now. Oké. Hey Tom, leuk om je een keer te spreken. Leuk om je een keer te spreken. Serieus? Je gaat me zelfs aan de telefoon napraten. Serieus? Je gaat me zelfs aan de telefoon napraten. Luister, als je denkt dat dit grappig is, dat is het niet oké. Je kunt me wel napraten, maar jij hebt geen telefoon en ik heb hem wel. En nu heb ik hem wel, oké. Hoe bedoel je? Tom, luister, ik wil dat je nu mijn telefoon terug hebt. Oké. Oké, Tom, ik daag je niet meer uit. Ik daag je niet meer uit. Ik zal je niet meer uitdagen door te zeggen dat je geen telefoon hebt. Tom, jij hebt mijn telefoon gehad. Nu wil ik ook wat van jou. Jij hebt mijn telefoon gehad. Nu wil ik ook wat van jou. En dan bedoel ik iets anders dan dat je me de hele tijd... Weet je, laat maar. Weet je, ik dacht, hij pakt mijn telefoon. Misschien krijg ik ook iets van hem. Maar het antwoord is nee. Blijf gewoon een kat die mij alleen maar... Je bent een beast, bro. Ik dacht serieus dat je me alleen maar ging irriteren. En ik heb mijn telefoon nog. Oh, dit is amazing. Ik heb letterlijk een mystery box van Tom de Kat gekregen. Wat? Hij praat me na, pakte mijn iPhone. Maar nu heb ik dit. Het is echt super donker hier, hè. Ik kan niks doen. Het is 12:00 s'nachts. Wat verwacht je? Dat de zon hier komt chillen in de nacht? Dan heb je het fout. Wat is dit? Baggy Buddy Boggy Baggy Buddies. Huisdier Tom geeft mij een huisdier? Dat is amazing. Wat zit er... Oh!
Oh. Abonneer, laat 2 nieuwe mensen abonneren en spam een leuke naam in de comments als je dit wilt winnen. Kalm, bro. Wat? Fanta met de smaak van wild cherry. Katten houden natuurlijk van mensen eten. Nee, serieus. Je kunt een kat net zoveel brokjes geven en lekkere dingen geven als je wilt. Maar als jij aan het eten bent, miauw. Miauw. En dit is iets voor mensen, dus ik... Ik ben benieuwd. Ik heb deze nog nooit eerder geproefd. Dit is een speciale smaak, denk ik. Zeg maar, je hebt wel een aantal... Bro! Sweet. Sweet als in zoet. Oh, you are kidding me right now. This is delicious. Maar zoals ik dus zei, katten die hebben er gewoon een handje van om altijd het eten en het drinken af te willen pakken van mensen. Serieus, Tom, je geeft me iets en vervolgens pak je het weer af. Ik vind het ook gewoon letterlijk niet meer eng. Het is nu een gewoonte aan het worden dat een kat mijn spullen afpakt. En ik heb geen eens een kat. Wat? You are kidding me. Allemaal verschillende soorten kauwgom. Ik ga deze nu niet eten. Zijn er serieus te veel? Maar again, like als je ze wilt. Cactus man in the building with the sombrero and the mustache, bro. We gaan het proberen. Let's go. Oh, oh, dit is echt de smerigste die ik ooit... waarom doe ik dat als ik het vies vind? Stop! Smaakt gewoon naar plastic. Alsof deze zeg maar 100 jaar geleden in deze tube is gestopt, nooit is verkocht en nu is er een sukkel die hem wel koopt. Ik ben die sukkel. Ah, je mag je sombrero wat mij betreft ophouden. Oh. Dit zijn emoji snoepjes? De lach emoji. Oh. Auw! Is dit bubblegum? Ik denk dat Talking Tom heel lang heeft gewacht voordat hij dit bij iemand kon afleveren. Deze kijkt gestoord. Deze vindt het grappig. En speelgoed. Mensen houden van speelgoed. En Talking Tom weet dat. Mystery action figures van fruit? Oh, let's go. Oh, wat is dit? Het is letterlijk een gouden cactus. Oké, dat is gaaf. Ik bedoel, goud is cool en een cactus is spiky. And the last one. Let's go. Alright. Ik weet niet wat ik moet voorstellen, maar het ziet eruit als iemand die zijn telefoon kwijt is. Net zoals ik net. Vind je dat serieus? Ja, iedereen die like krijgt geluk en jij belt Talking Angela. Nice. Nice. Nee. Hallo Angela, ben jij al geabonneerd op mij? Ik denk het wel. Wat is je naam? Mijn naam is DutchTuber. Ik wil je gewoon even spreken. Tuurlijk ben ik geabonneerd en ik like voor geluk. Oh, oké. Okay. Nog één laatste vraag. Er werd gezegd dat er iemand in jouw oog zou zitten. Geen commentaar. Wat geen commentaar? Geen. Oké, zou jij mij ook eens willen bellen, net zoals Tom? Ja hoor, prima. Klinkt leuk. Nice, moet ik dan... Heb je mijn nummer nodig? Nee, die heb ik al. Oké, wacht. Laat me even kijken wat ik met jou in de app kan, oké? Mag ik dan kijken naar wat ik met jou kan? Liever niet. Dat is... Wat is dat? Dat moet irritant zijn. Weg! Wauw, open hem. Oh ja, het is nog steeds midnight. Dat betekent maar één ding. Tijd voor een midnight snack. Laatst heb ik 2 dingen gehaald die een soort van redelijk Amerikaans zijn. Nou ja, tenminste, eigenlijk is 1 Amerikaans en 1 is dit. Ik weet niet of dit Amerikaans... Wat is dit? Het is chips met de smaak van smoked cheese. Ik denk dat het Chinees is of Japans. Ik wou deze serieus heel graag proberen en dat was prijzig. Ik weet niet meer hoe prijzig. Ik kon er ook Robux van halen. Maar ik wou het uitproberen. Deze zijn dus niet te krijgen hier in België, ook niet in Nederland. En laten we eerlijk zijn, dat zijn precies de snacks die we willen proeven. Dat een soort van cartoon op de achterkant. Ik heb geen idee wat er wordt gezegd. Misschien word ik uitgemaakt voor idioot, maar het zou op zich terecht zijn. Ik bedoel, het is 12 uur 's nachts en ik praat met katten en honden via mijn telefoon. Hè? Let's just try. Oh, ik ben echt zo stom bezig. Waarom zou je een zak zo openen? Alright, daar gaan we. Wow. Oh, you are kidding me right now. Oh, deze is 5 keer zo groot. Oh, deze die zijn gewoon gevaarlijk. Ik bedoel, dit zijn van die chipzakken. Je neemt jezelf voor van ik ga even gewoon liggen, een paar chipjes eten en binnen no time. Je hebt gewoon een zakje, zonder chips dus. Wauw, oké, wacht even. Nog één grote rakker. Oké. Waarom is dit zo lekker? Het smaakt gewoon naar kaaschips, alleen het heeft een hele smoky aftertaste. Alsof je kaaschips in de brand hebt gestoken. Is dat wel nice? Smaakt goed, oké. En ik heb dit. Airheads Bites. Dat is Amerikaans. Airheads zijn snoepjes die in alle soorten en maten in Amerika worden verkocht. Van blueberry tot aardbei tot cola. Amerikanen houden van toegevoegde geurkleuren smaakstoffen. So do I. In kleine mate. Let's go. Oké, eerste oranje. Oh. Ja. This is some good OG candy. Heel, heel zuur. Maar op een goede manier. Je hebt zeg maar zuur dat het bijna een challenge is. En je hebt zuur zoet. Dit is die tweede. Tot de volgende keer. Adios. Het
volgende karakter, dat is Noobie. En dit moet wel een van mijn favoriete Piggy-concepten zijn. Wat ik bedoel met concepten is dat het dus zeg maar een karakter is wat er al wel is, maar nog niet in het officiële spel. Dus wanneer het toegevoegd wordt in het spel, is het een soort van officieel ding. Maar it looks pretty cool. Het ziet er letterlijk uit als een Piggy, maar dan geel, net zoals een Noob, met blauwe kleding, net zoals een Noob. We hebben hier de Kangaroo en we hebben Chefie. En Chefie...